Hi, ik ben Sarah. Angela Schreuder. Ik ben Lotte Seyfat. Ik ben Jens. Maatschappelijk stage houdt in dat je een aantal uren moet voldoen voor school. En dan ga je bij een organisatie helpen, zeg maar. Dus niet dat ze geld ermee willen verdienen, maar gewoon iets goeds willen doen, zeg maar. En daar vul je dan een aantal uren mee. Een plek waar je nieuwe dingen leert. Gewoon je stageplek eigenlijk, voordat je verder gaat met je leven. Ik help bij de kindervakantieweek. Dat is een vakantieweek die ze organiseren voor kinderen die, zeg maar, niet echt op vakantie kunnen. Of gewoon als iets extraatjes. Ik vind, het is gewoon heel leuk omdat je goed leert hoe je met kinderen om moet gaan. En daarbij is het gewoon heel gezellig. En gewoon een leuke ervaring. Nou, zelf vind ik een stage niet zo leuk. Ik had ook echt niet zoveel zin in stage lopen. Maar aangezien het met kinderen is en ik later wel iets graag met kinderen wil doen, vind ik het wel nu wel leuk, nu ik er eenmaal ben, zeg maar. Met name als school, dat bereidt je voor op de toekomst. Zo krijg, ja, daar is school voor. Nou, en hier krijg je eigenlijk gewoon een ideetje van hoe het is om dat te doen. En sowieso, ik vind het gewoon fijn om als vrijwilliger te werken, dat ik gewoon voor iemand van dienst kan zijn. Dat geeft mij gewoon een goed gevoel. Het enige wat me opvalt is dat de kinderen echt allemaal heel leuk zijn. Ik had gedacht dat er vast wel een paar vervelende kinderen tussen zouden zitten, maar in mijn groepje heb ik dat helemaal niet. En dat vond ik eigenlijk wel verbazend. Ik vind het gewoon belangrijk, je leert meer dingen, je krijgt ervaring, waardoor je later misschien beter kunt werken. Ik denk dat het heel belangrijk is. Want hier help je de kinderen die zelf niet op vakantie kunnen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook ouderen helpen die dat heel goed kunnen gebruiken. Dus ik vind het heel belangrijk. Het is echt heel gaaf. Ik doe zeg maar de media. Ik maak foto's en ik film. En ik heb nu al zoveel meer geleerd dan dat ik zeg maar zonder kindervakantieweek had kunnen leren. Dus het is heel erg gaaf voor mij. Maatschappelijk stage is mij heel makkelijk hier afgegaan. Het is sowieso echt heel veel pret om hierbij mogen te werken. Ook met de andere vrijwilligers. En ik heb hier ruime uren mee gevuld. Ongeveer 60 uur. Dus dat is helemaal naar wens verlopen eigenlijk. Nou, dat het gewoon super gezellig is om bij de kindervakantieweek te helpen. En dat het zeer nuttig is. Ja, eigenlijk wel. Met name bijvoorbeeld hier. Ja, dit gaat gewoon heel makkelijk. Dit voelt bijna niet als werk. Dit is gewoon leuk met anderen bezig zijn. Maar ja, het geeft gewoon ook een goed gevoel. Ja.